Hoi, leuk dat je kijkt naar de vierde aflevering van Moke Magazine Online. En in deze aflevering gaat Robert een trage wandeltocht maken. En gaat onze foodie Boris een rijsttafelbox maken van Ron Gastrobar. En tot slot is de vraag, gaan de veerkampjes Tom en Honey TikTokken? Ja of nee? Maar eerst Robert, hij gaat een trage wandeltocht maken met Rutger Burgers, die daar een boekje over schreef. Hallo allemaal. En wat is het een mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt en dat komt goed uit, want ik ga vandaag wandelen met Rutger Burgers. En Rutger heeft een boek geschreven, Wandelen in Groot Amsterdam. En vandaag gaan we zo'n tocht lopen. En het is niet zomaar een wandeltocht, het is een trage tocht. En wat dat precies inhoudt, nou dat hoor ik denk ik zo. Daar ben ik. En ik ben nu niet alleen, want hij loopt achter me. Dat is nou Rutger Burgers. Hallo Rutger, wat leuk dat je er bent. Dag Robert, hi. Hi. En Rutger, jij hebt een heel mooi boekje geschreven. Ja. Het is een boekje, ik laat hem even goed in de camera zien. Het is Wandelingen door Groot Amsterdam. Hoe groot is Amsterdam eigenlijk? Alles wat binnen een half uur redelijk goed bereikbaar is vanuit de stad. Nou, we lopen op dit moment een trage tocht door de Bretten, als ik het goed zeg. Ja. Het is een trage tocht. Wat is nou eigenlijk precies een trage tocht? De naam heeft te maken met de traagheid van het wandelen. Wij vinden dat juist door het wandelen, door gewoon de langzame pas van 3 of 4 km/u, dat de ideale maat is, de ideale manier om het landschap te beleven. En dat is waar het bij trage tochten om gaat. Heel kenmerkend van alle trage tochten is dat ze minimaal 70% onverharde paden hebben. En dat lopen wij nu ook op? Ja, al moet ik zeggen, dit is een stadse tocht. Bij stadse tochten is het niet eerlijk om dat percentage van 70% onverhard te verwachten. Neem niet weg dat we wel proberen om zoveel mogelijk exclusieve paadjes die alleen voor wandelaars toegankelijk zijn, om die in de route mee te nemen. Zeg Rutger, hoe lang lopen we al? Oh ja, we zijn net op Sloterdijk begonnen. Dus, net? Dat was een dik half uur geleden. Dus, Okay. Hoe lang moeten we nog, denk je? Ja, we doen dit voor de lol, hè? Ja, zeker weten. Ja. Hey, even zonder gekheid. Ik denk dat we nog wel in 3,5 uur onderweg zijn. Het is net de wandelclub. Van Sugarly Hooper. We missen alleen nog Jo met de banjo, Mien met de mandolin en Kaatje met haar mondharmonicaatje, Rutger met zijn fluitje. Nou, genoeg gekkigheid, want we zijn trouwens even niet goed gelopen. We zijn niet goed gelopen. Nou, we zijn goed aan het wandelen op onverharde bodem. Ja. Het is lekker nat, lekker drassig. Dit is dus wat je noemt een trage tocht. 1 hour later. En moet je eens kijken wat een pracht van de natuur je gewoon vindt vlakbij Sloterdijk. Je ziet achter mij gewoon ja, de fabrieken liggen. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. We hebben er bijna 17 kilometer op zitten. We zijn bijna terug bij ons startpunt waar de fietsen staan. Ik moet echt zeggen, ik heb onwijs genoten. Vond het hartstikke top om dit vandaag met jou te doen. Dankjewel. Ja, nou, ik vond het ook hartstikke leuk om samen met jou te wandelen. Heerlijk. Ja, als ik nog één keer het boekje mooi in beeld mag houden. Zeker. Kijk eens, Rutger Burgers heeft een fantastisch boek geschreven met trage tochten in Groot Amsterdam. We hebben zojuist de Brettentocht gelopen. Echt een aanrader. Ja, en voor nu zeg ik Rutger, dankjewel. Ja, we mogen elkaar geen hand geven, Elleboog. We doen het zo. Ja, en ja. We komen elkaar vast wel een keer tegen. Ongetwijfeld. Een van deze mooie, prachtige tochten. Ja, als je nou van een Indonesische rijsttafel houdt, bestel dan eens een rijsttafelbox van Ron Gastrobar. Onze chefredacteur en foodie Boris laat zien hoe makkelijk het is om hem te bereiden. We zijn hier in jouw zaak. Dit is Rons Gastrobar. Kan jij nog herinneren de eerste keer dat je openging? Ja, zeker.
En hoe was dat? Dat was heel spannend. Want we hadden daarvoor altijd met twee Michelinsterren hierin gezeten. En dat was eigenlijk ook de week dat ik in het begin van de week twee Michelinsterren eigenlijk opgaf. En we iets nieuws gingen openen, dat was Rons Gastrobar. Dus dat was heel spannend en ook een hele grote stap voor mij. Ja, dat is nu wel heel erg anders allemaal. Je bent nu begonnen met de rijsttafelbox. Wanneer ben je daarmee begonnen? Nou, eigenlijk een dag dat we bij de eerste lockdown stonden we hier af te halen en te bezorgen. Zoals stonden we in de keuken om dat te gaan doen. Dat ging eigenlijk heel rommelig. We deden eigenlijk maar wat. Maar ja, het was voor ons ook allemaal nieuw en we moesten wat. Toen hebben we eigenlijk na een week de boel dichtgegooid. Toen zijn we goed gaan nadenken van als we iets doen, dan moeten we iets blijvends doen. Iets wat gewoon ook na de lockdown gewoon wat we kunnen verkopen. Een blijvend businessmodel. En toen hebben we de rijsttafelbox bedacht. Omdat het een van onze bestlopende zaken is. En dat was allemaal in zakjes. Allemaal dezelfde kwaliteit. Maar alleen de verpakking, daar konden we nog wat aan doen. Dus toen we weer open mochten in juni, zijn we goed gaan nadenken. Wat kunnen we verbeteren? Want ik had wel het vermoeden dat er een tweede lockdown zou komen in het najaar. Nou ja, die kwam er ook. Ongelukkig natuurlijk, maar er waren wel op voorbereid. Toen hebben wij wel verbeterd, in bakjes gedaan die zo in de oven kunnen, met dezelfde toppings. En uiteindelijk is dat hem geworden. En hebben we hem nog wat uitgebreid met een nasi ramen box voor twee personen. Spareribs erbij, ook voor twee of vier personen. Dus ja, uiteindelijk is dat het resultaat geworden. Waar kunnen wij deze box bestellen? Die kan gewoon op Ron Gastrobar at Home. En daar staat alles vermeld, wat we verkopen. En de rijsttafel is voor vier personen. Je kan hem ook voor twee personen bestellen. En dan kun je de volgende dag lekker nog een extra bordje eten. Want het Indonesische eten verveelt eigenlijk nooit. En eigenlijk de volgende dag is het nog lekkerder ook. Moka Magazine, eet smakelijk en geniet van onze rijsttafel. Nou, ik ben weer terug van Ron Gastrobar. Dit is de doos met het eten. Dus laten we die maar gaan uitpakken dan meteen. Jullie komen het gewoon zo afhalen. Zo. Oké. Dit is bijzonder veel. Nou, zo. Die is leeg. En dan gaan we kijken hoe we dit dus in elkaar moeten flansen. Nou, ik heb het nu even allemaal verdeeld. Dit is het koude gedeelte en dit het warme gedeelte. Dit gaat allemaal in de oven om op te warmen. En dit niet. Oh my god! Wow! Oh my god! Alright. En dan moet hij 25 minuten. 20 minutes later. 5 minutes later. Nou, hij is klaar. Dus we gaan het eten eruit halen. En dan ben ik benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Zo. Nou, laten we de borden dan maar gaan opmaken. You get the idea. Dan zijn we bijna klaar. De finishing touch. En dan is alles er doorheen. En dan houden we de kroephoek apart. Die kunnen we lekker naast leggen. En voor de rest is het nu gedaan. Nou, dan heb ik hier twee proefpersonen zitten. Die gaan het eten even uitproberen. Zeg het maar, Robert en Martijn. Zeg het maar. Zeg het maar. Ruik het maar. Eet het maar. Heerlijk. Toch niet normaal. En kijk wat een groot bord. Dit is fantastisch. Ja. Het is echt. En dan zeggen we altijd, en nou opdonderen, want we gaan eten. En dan nu de vraag. Krijgen wij de Vierkampjes, oftewel Ton en Hanny Vierkamp, aan het TikTokken? That's the question. We gaan het zien. In de Vierkampjes kijken TV. TikTok. Weet jij wat het is? TikTok? Is een filmpje maken geloof ik dat je staat. Oh, dat je staat. Ja. Dat een minuut in. In beeld blijft en is het weer weg of zo, hè? Of is dat ook weer wat anders? Ik zie het op Facebook vandaag. Ja, die kinderen, die jongelui doen dat allemaal. Ja. Wie denkt dat TikTok alleen bedoeld is voor dansende jongeren, heeft het mis. Want het kan zomaar zo zijn dat je een agent in uniform tegenkomt op de app.
De Amsterdamse politie is namelijk razend populair. Jeugdagent Kim is het gezicht van een TikTok-account en maakt filmpjes die soms wel een miljoen keer bekeken worden. Als je niks anders doet, dan niet. Een boel vervangen. Ja, dat is zo. Als je ze belt, hebben ze geen tijd. Nee, we gaan TikTok. Kim, jij hebt meer dan 240.000 volgers. Zo. Jouw video's worden soms... Ligt hier iemand dood op de grond? Nee, we zijn naar TikTok ja. Straks. Belt u later even terug. Ja. We gaan nou even TikTok. Going to war! Man overboard! Man overboard! Dat je ook gewoon de jeugd bewust kan maken, bijvoorbeeld van de foute keuzes. Nee, daar zijn we te hard voor. Ik heb een filmpje geplaatst over een derde echt vuurwapen. Wat is nou het gevaar als jij denkt... Ja, jij gaat TikTok een gooitje eruit. Dus dan weet je dat, hè? Zo. Uit water in. Had je nog vastigheid gedaan? Uit water in. Dat heeft gewoon puur met het algoritme van social media. Kijk, nou, ik kan toch niet serieus nemen dit. Sorry. Ja. Doe het dan niet in je gewone kleding. Een filmpje over de Blue Whale Challenge. Mocht je nou geen idee hebben waar ik het over heb. Nee, dat hebben we niet. Oh, wacht. Dan moet je dit doen. Dan weet je waar ze het over hebben. Dus ze vindt zelf ook dat ze denkt, nou, misschien weten de mensen niet waar ik over heb. Ik sta een beetje slap te lullen. Ja. En wat maakt jouw boek naar de allermooiste ter wereld? Ja, het is gewoon het allermooiste. Dat je niet hoeft te werken. Dan gaan we lekker gaan TikTokken. Elke dag ga je weer met. Het mooiste beroep van de wereld. Ze doet het in de vrije tijd, zeg. En wat ik het allermooiste vind, is dat ik gewoon altijd voor mensen kan zijn. Ja hoor. Doei. Nou, dat is niks voor ons. Nee, uit. Doei. Tot zover deze video. Dankjewel voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog of abonneer je op dit kanaal. Volg ons op Instagram, like onze Facebookpagina en tot over 2 weken.